beste persfoto's van het jaar zijn sinds gisteren weer te zien in de synagoge in de Volkingestraat in Groningen. Te zien is een overzicht van de winnaars van de World Press fotowedstrijd. Het is een overzicht van nieuwswaardige gebeurtenissen, maar dan door de lens van de beste persfotografen van de wereld. Een goede persfotograaf kijkt op een speciale manier naar een nieuwsgebeurtenis. Kijk, dit is natuurlijk een heel symbolisch beeld van rouwende vrouwen. En hier ook de mensen die met elkaar rouwen om het gebeuren. En het zijn heel heftige emoties. Maar het wordt ook op een heel mooie manier in beeld gebracht. Het is bijna symbolisch. En dat maakt het heel sterk. En ook dus met respect voor de nabestaanden. Deze foto heet The Back Office of War. En dit gaat over een wapenbeurs. En dit is eigenlijk wat er achter de schermen gebeurt. En daarnaast hangt een foto echt van bijvoorbeeld echt een oorlogsgebied. Maar dit is iets wat je helemaal niet associeert met een oorlogsgebied. Dit is echt een beurs. Mensen in nette kleding die champagne drinken. Maar ondertussen dus gewoon wapens voor oorlog inkopen. Nou, dat is een perfect voorbeeld van goede fotojournalistiek. Waarbij de fotojournalist heeft gekozen voor een beetje een andere hoek op een bekend onderwerp. Eigenlijk is dit de winnende foto, omdat eigenlijk al die elementen die een goede nieuwsfoto maken, allemaal in één keer samenkomen. Ja, en wat ook echt de World Press foto van het jaar maakt, is het feit dat de foto een representatie is van het jaar. Dus het is technisch gezien een heel, heel bijzondere foto, want het onderwerp, de jongen in het midden, die is alleen maar verlicht door de mobieltjes daar. Dit is echt in the middle of nowhere. En hij heeft echt precies het goede moment gepakt. Hij is omringd door mensen, mooi gecentraliseerde, bijna theatrale foto, maar wel uit het echte leven gegrepen. Rise Up, ook te zien in de synagoge, geeft een overzicht van nieuwsfoto's gemaakt door noordelijke persfotografen. Het boerenprotest, Zwarte Piet, Black Lives Matter. De foto's belichten de onrust waar wij in Groningen ook het nodige van gemerkt hebben. Dit gaat over de Black Lives Matter movement en dat is natuurlijk begonnen in Amerika. Maar we hebben daar ook hier lokaal mee te maken gehad. De hele grote markt zat vol met mensen, 1,5 meter afstand. En Cisse Veenstra heeft dat heel mooi vastgelegd. Heel mooi die diepte erin gedaan, zodat het ook echt die volheid, die ervaring doorkomt. Wint professionele fotografie aan relevantie of juist niet? Nu eigenlijk iedereen ook zelf met een fototoestel aan de gang kan gaan en alles kan filmen. Ja, dat zou je zeggen. Dat noemen we de democratisering van het medium. Hè? Dat iedereen zeg maar foto's kan maken. Maar ja, niet iedereen weet natuurlijk alles van hoe je een verhaal moet vertellen. Hoe je op de juiste plek op het juiste moment moet zijn. En wat je kan verwachten. Hè? Fotografie gaat ook over voorspellen. Maar het gaat ook over gewoon keihard 12 uur lang in the middle of nowhere in de regen zitten. Maar weet ook van visual storytelling. Hè? Hoe je het visuele verhaal goed in beeld brengt. Wat representeert nou dat moment? Echt in één beeld. Of misschien in 3 beelden. Dat doe je echt niet zomaar. Daar is echt veel ervaring voor nodig.